Jan Thomas, een beetje verkouden of wat is er? Wat scheelt er met jou vandaag? Ah, ik ben een beetje ziek. Ik ben vandaag ook niet naar school gegaan. Ik weet nog niet echt wat er is, maar gewoon een beetje slapen en hopen dat het overgaat. Wat televisie laat je liggen natuurlijk. Tuurlijk laat je dat niet liggen. Wat heb je nu gedaan vandaag? Ik heb vandaag met Nicole en Hugo een feature ingezongen hier. Lukt dat zo'n beetje? Ja, het lukt heel goed. Er is een hele goede band tussen mij, Nicole en Hugo. Echt waar. Hoe is die gegroeid? Gewoon vroeger, ik ken ze eigenlijk al vanaf kleins af aan, dus het is zo wat meegegroeid die band, dus dat is wel leuk. Wat zijn de toekomstplannen voor u nu, op dit moment? Ik ben nu aan het werken aan een nieuw album, dus dat kunnen de mensen verwachten van mij. Ja. Wat staat er ongeveer op? Kan je daar iets van kwijt? Er staat een heel divers album, dus totaal verschillende dingen, allemaal verschillende stijlen, helemaal Engels. Veel fans nog altijd voor jou? Ik heb het hier gezien. Vol ambiance voor jou? Ja, dat is altijd leuk als de mensen wat lawaai maken. Hoe komt dat eigenlijk? Wat zit er in jou, wat die mensen zo aantrekt? Wat denk je? Ik heb er echt geen idee van eigenlijk. Misschien omdat ik nog zo jong ben of zo. Ja, de danspasjes? De danspasjes natuurlijk. Ja. Ben je dat sterker in dansen? Ik ben niet zo'n goede danser eigenlijk, valt wel mee. En dat zingen, hoe lang ben je daar al mee bezig? Ik ben eigenlijk nog niet zo heel lang bezig met zingen. Ik heb nooit echt professioneel gezongen, tot nu eigenlijk. Door Chris en Impuls? Nee, eigenlijk gewoon door mijn eigen interesse die begon te groeien naar muziek. Ik ga je nu laten gaan, want je bent echt ziek. Ja, thanks. Merci Jan. Ciao, kus.